IC Kinderen is een afdeling met een heel gevarieerd aanbod. Wij werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderen met een hartafwijking die geopereerd moeten worden. Kinderen die een ongeluk hebben gehad. Maar ook gewoon veel kinderen die postoperatief ondersteuning nodig hebben van ademhaling of circulatie. De werking van medicijnen op kinderen is anders dan op volwassenen. En ook de instellingen van de apparatuur is per kind heel erg verschillend. En daarbij komt natuurlijk een heel groot stukje gezin bij kijken. Ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's. Dierbaarste wat je hebt is je kind en dat ligt heel ziek bij ons en wordt in onze handen toevertrouwd. Dat maakt het speciaal. Voor verpleegkundigen kan het heel zwaar zijn. De ene keer sta je kind gewoon een fles te geven, de andere keer ben je ouders aan het begeleiden met afscheid nemen van een kind. Als ouders intens verdrietig staan te huilen naast het bed van hun kind, ja, dat raakt je. Maar zijn er ook hele mooie momenten waardoor je gemotiveerd blijft en ook sterk blijft. IC Kinderen is heel innovatief. Medische wetenschap staat niet stil, dus er zijn steeds meer nieuwe inzichten. Die worden doorgevoerd, ook bij ons op de IC. En het kan van medicijnen zijn, als van een afstappen van een bepaalde behandeling die je altijd doet, tot hele nieuwe apparatuur. Ik heb geloof ik al 6 beademingsmachines voorbij zien komen bijvoorbeeld. Dus je staat nooit stil met leren. Dat is de grootste uitdaging, om daarin bij te blijven. Ik vind, het zijn de mooiste wezens op aarde, vind ik wel eens. Zo open, zo puur. En ik heb ooit een moment gehad met een baby. Het kind kijkt me aan en denkt, oh verrek, ja, er ligt gewoon echt een klein mensje in bed. En dat was zo'n besef op dat moment, als ik het vertel krijg ik nog kippenvel. Besef, oh man, wat ben ik hier aan het doen? Hier gaat het om. Om die blik van dat kind en wat het kind bij je losmaakt. En dat is echt zo geweldig. Ja, dat is echt heel mooi.